De samenvatting van Spakenburg-Barendrecht wordt u mogelijk gemaakt door Trust. Het is de eerste wedstrijd in de jaargang 2012-2013. En voor Barendrecht zat de uitwedstrijd tegen kampioen Spakenburg op het programma. Barendrecht met maar liefst 8 nieuwe spelers in de basis. De vraag is, kunnen deze spelers van begin af aan al een echt team gaan vormen? Spakenburg natuurlijk van gelijk alweer een van de grote favorieten voor de titel. En voor Barendrecht blijkt het na de voorbereiding nog even aankijken van wat het zal gaan worden dit jaar. Het is daar Spakenburg die de bal onderschept met Ricky van den Berg. Die legt de bal prima daar op links op de sterke Ignacio. En het is daar het eerste schot, maar die wordt gekeerd door de doelman Mark Segers. Van den Berg staat daar nog even op de scheidsrechter te schelden, omdat de voordeelregel niet wordt toegepast. Maar neemt dan snel de vrije schot. Die wordt niet helemaal goed weggewerkt door Almeida. Waardoor Ignacio weer de ruimte kan creëren. Lukt niet. De bal komt daarvoor en die wordt overgekopt. Is geen probleem voor Mark Segers. Goed doorgekopt van Bob Vermunt, een van de mannen die van Capelle is gekomen, in de dubbel met Marvin Richard. En die stuurt uitstekende loopactie Christian Opschoor weg, kapt goed zijn man uit. En ook in tweede instantie krijgt hij de bal niet tegen het netje. De eerste goede kansen voor Barendrecht daar. Matthijs Stappers speelt zijn man uit, speelt Bob Vermunt in, die stuurt uitstekend van Houselt weg. Over de linkerkant komt de bal voor. Goeie voorzet en dat moet Marvin Richard gaan scoren. Maar die komt niet goed uit met zijn passen. Weer een uitstekende kans voor Barendrecht. Ondanks dat er een veldoverwicht van Spakenburg is, weet Barendrecht de beste kansen te creëren in deze eerste helft. Matthijs Stobbers, uitstekende actie daar. Tussen twee man door. Legt hem klaar. Oeh, Richard, de bal. Krijgt hij daar niet helemaal goed mee? De aanname was niet goed, anders had dat weer een uitstekende kans geweest. We gaan dan rusten met 0-0. In de tweede helft zal Spakenburg toch uit een ander vaatje moeten tappen. Want het is in de eerste helft niet gevaarlijk geweest. Het is weer Ignacio. Die zorgt dan wel voor een moeilijke middag voor Robin van Bellen. En schiet hier, maar die bal gaat in het zijnet. Het is een verzengende hitte op de Westmaat. Het is echt 32 graden in de schaduw. Kan je nagaan hoe het in de zon, op het kunstgras met het rubber is. Het was een hele zware wedstrijd voor de meeste spelers. Het is hier weer Van den Berg, die echt de speelmaker is van deze ploeg. En daar is de ingevallen spits van Spakenburg, die een goede kopkans krijgt, maar die kopt de bal over. In de tweede helft ging Spakenburg ook nog meer drukken en kreeg daardoor wel wat mogelijkheden. Zoals hier buitenom was dit misschien wel de beste mogelijkheid, maar die wordt met de buitenkant van de schoen voorlangs gestuurd. En zo blijft het nog steeds 0-0. Dan is Yilmaz in het veld gekomen. En laat zich gelijk gelden door zijn uitstekende baltechniek. En stuurt hier gelijk Van Houselt weg. Van Houselt over de linkerkant. Veel loopvermogen. Dan komt de ingevallen Laurens Visser net te laat, want had dat ook een uitstekende mogelijkheid geweest. En pakt de opschoorde bal op. Speelt de vrijstaande Tabbers in. Probeert de actie aan te gaan. Dat lukt niet. Maar opschoor pakt hem weer op. Draait naar binnen. En schiet prachtig naar binnen. Maar die bal eindigt op de paal. En weer een gigantische mogelijkheid daar voor Barendrecht. Tabbers. En weer een goede actie. Die kruipt naar binnen. Schiet daar. Recht op de doelman af. Ondanks dat hij daar wat problemen heeft. En Tabbers valt met kramp neer. Zoals daar heel veel spelers neer zouden vallen. Een tekort aan vocht, te hoge warmte en de eerste wedstrijd. Ja, die ingrediënten zorgen voor veel krampgevallen. Terwijl we weer een uitstekende kans voor de ingevallen spits van Spakenburg zien. Maar Mark Segers laat zich vandaag niet verschalken. Het is hier Yilmaz die wordt onderbroken. Dus in de attack kan hier Spakenburg uitbreken. Komt naar binnen. Via de ingevallen van Duin van rechts.
die best wel voor wat meer dreiging ging zorgen voor Spakenburg. Daar komt hij weer, brengt de bal voor en er wordt geschoten, maar het is geen probleem voor Zevers. Komt de bal hoog voor, wordt niet goed weggewerkt door Laurens Visser. Want in tweede instantie wordt hij ingebracht, is het Ricky van den Berg die kan gaan schieten. Probeert hem te krullen, maar die verdwijnt ruim naast. Weer de voorzet. Het loopt tegen het einde van de wedstrijd. Krijgen we hier nog een kans? Het is geen kans meer en de wedstrijd gaat eindigen in 0-0. Dan gaan we toeleven naar Barendrecht-Kapelle, de streekderby. En woensdag en donderdag kunt u geïnformeerd worden via www.voetbalrotterdam.nl. Die zullen hier ruim aandacht aan schenken.